Breda Nu. Je weet het meteen. Peter, welkom. Studio 106, drumschool. Wat kun je ons erover vertellen? Ja, een hele hoop. We hebben ik heb een hele leuke drumschool. We hebben een hele grote club mensen op les. Een hele grote verscheidenheid van 5 jaar tot 75 jaar. Dus iedereen drumt en iedereen heeft ook drumles. Het leukste is dat... Ik heb mensen op les die in de bouw werken, maar ik heb ook een rechter op les. Dus ik zeg altijd, iedereen drumt. Van, een heel divers publiek. Een heel divers publiek, ja. En als je die mensen een keer samen ziet, of een keer in de kroeg of op een beurs met een uitvoering, dan maakt het helemaal niet uit wat de achtergrond is. Iedereen is dan hetzelfde. Dus ja, iedereen drumt, zeg ik altijd. Mooi. Hartstikke leuk vak. Drum is hartstikke moeilijk. En daarom is het wel handig als je toch een klein beetje begeleiding hebt in je lessen. Er wordt momenteel heel veel les gegeven. Online, dus van de YouTube-kanalen, Gerard Falken, er zijn er zoveel. Maar je merkt dat als mensen dat alleen doen, dat ze toch een stukje ondersteuning missen. Dat ze zoomen alleen maar in op hetgene wat ze willen leren. En de weg ernaartoe wordt heel vaak vergeten. En ik denk dat als je een drummerschool hebt, dat je daarop inzoomt dan. Dat ook daar moet op inzoomen. Ja. Dus je helpt de mensen daar zeker mee. Want hoe ziet zo'n les eruit eigenlijk? Dat kan heel verschillend zijn. Je moet, als je drumt of als je nou een beginner bent of we hebben met name een beginner, dan moet je toch eerst even inzoomen op wat ritmes, een stukje techniek. Ik vind het belangrijk dat je ook dat je dubbelstroos kan spelen, tweetjes, singeltjes. Dus ik maak een mix tussen een stukje techniek, lekker meespelen. Soms spelen we mee met sequencers. Ik heb hele gave technische apparatuur van Roland. Dus we kunnen meespelen met een track. Soms vinden mensen het leuk om met een nummer mee te spelen. Dan komen ze al binnen met van, ik heb op mijn iPhone dit ding staan, kunnen we meedoen? Nou, ja. Oké. Ik ga even kijken of het haalbaar is wat je mee wilt drummen. Nou, het is ook dat jij degene bent die de lessen bepaalt? Of is het ook gewoon nee, dat de leerling binnenkomt? Als een leerling zegt, ik heb van de week geen ene gedaan, dan ik wil lekker meespelen, dan doen we dat toch gewoon. Dan ga ik boven koffie drinken, nee, flauwekul. Ja. Nee, dan gaan we gewoon het programma wat aanpassen. Mijn voorkeur is dat je in elke les wat aandacht besteedt aan een stukje techniek, een stukje ritme en wat meespelen. Dus niet alleen maar inzoomen op ritmes wat heel veel mensen doen. Je moet het totaalpakket minimaal een beetje beheersen. Ja, in het kort. Ja, top. Waar kunnen we jou vinden? Bosstraat 106, Studio 106. Studio 106, ja. www. Drumstudio 106, drumstudio106.com. .com, ja. Top. Kom nou, ja. Ja. Super, dankjewel. Ja. This is a Zitrox Beats production. ليش نغصب دايما من كتر الخوف ونصحى عصوت الضرب جزب الطفولة تتحرم من حق العقل ليش القوي ما بيساني ضل ضعف وين العدل ليش الغني ما بيساعد الفقير ولو فعل لك شلون صعب نعيش ولك كيف القتل سهل حياتنا أمان علينا خلونا قد الحمل ديلي دي نفسينه بالقلب نحن إنسان بين البشر حب الإنسانية ماله بالأديان لا تعصب للجنس لا تعصب للألوان الدنيا بتحلق إذا احترمت تفكيرك شو ما بتحلق عم بسأل ليش باسم كل قلب انقهر بسم البراء اللي انحجب عنا ضو القمر عم بسأل ليش عم تتغير البشر والحب انتشر والتسامح تحت التراب انطمر تحت التراب انطمر بس رح يرجع يحيا طالما في لسه قلب حي فينا عم بدق كل ما نسامح كل ما نحس بالدنيا رح تحلى بلا الكره بلا الحقد اذا حبينا بصدق ما في داعي للكره الحب احلى بكتير يلا خلونا نتسامح العمر قصير بس شوية تغيير ما بدك كل هالتفكير لك انا فرحة عمري بحلى بشوفة بسمة طفل صغير لك انا فرحة عمري بتحلى بشوفة بسمة طفل صغير
Ronald. Ik doe al bijna 20 jaar speeltuin opgezet toen. En wij richten ons vooral op muziek, weet je wel, die je tegenwoordig niet meer hoort. Dus rockmuziek, dus we zijn eigenlijk wel een rockcafé van Breda, hier zeker in de binnenstad. En we vinden het leuk om ook live dingen neer te zetten. Daarom hebben we elke vrijdag op rock staan. We willen ook bands kansen geven, weet je wel, die opkomend zijn. En eigen muziek spelen, dat vinden we heel belangrijk. We hebben een cover bands, want die kunnen overal anders van. We kunnen op de karaoke avond op woensdag meekomen. Dat is een heel ander verhaal, dan kun je lekker meezingen, weet je wel. Dat is alles vrij. Maar we hebben ook dinsdagavond een jam sessie. En daar staan ook hele mooie dingen uit. Iedereen is welkom. We hebben instrumenten hier staan. Dus dat doen wij een beetje. Dus we willen gewoon een beetje muziek. We zijn rock georiënteerd ook. Wij zijn, je hebt nu toevallig een beetje meer funky invloeden. Die staan maar over het algemeen richten ons meer op rock. Om dat een beetje weer onder de aandacht te brengen. Maar dat vinden we een beetje ondergeschoven kindje. Want je hebt bijna overal in Breda heb je 15 jachtcafés. En dan spelen ze ook wel dezelfde muziek. Systeem en that's it. Maar wij willen dat net even een stukje anders. En hoe lang is. En zijn er ook bandjes die hier hebben gespeeld die nou echt groot zijn geworden, waarvan je echt trots bent dat je terugkijkt van dit is mooi? Ik vind, dat is 2009 is dat geweest, dat hebben de P-shifters hier nog gestaan. Die hebben we nog 2 jaar geleden gezien op Pinkpop in de witte tent. En daar denk ik van, ja, dat is wel tof. Grand East, die beginnen nou ook als een trein. Die hebben eigenlijk in Zwolle. Tent uitverkocht, spelen ze samen met Southern Animals, die hebben hier ook 2 maanden geleden nog gestaan. Nou, dat vinden we leuk om neer te zetten. Nou, top. Shady, ging lekker, man. Ja, dankjewel. Ja, toch? Ja. Hey, vertel eens, want we hebben jou ook niet voor niks uitgenodigd natuurlijk. Er zit ook een heel mooi verhaal achter jou, vind ik zelf, want je bent hier nu een jaar in Nederland? Ja, anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Ja. Hoe is dat gekomen? Waar kom je vandaan? Ja, ik kom uit Syrië. Ja, en ik kom bij dezelfde weg van bijna alle vluchtelingen. Ja, in dezelfde manier. Ja, en was ik in Heerlen. Ja, en ik woon hier in Breda vanaf 10 maanden. En we hadden afgesproken, we gaan het interview proberen in het Nederlands te doen. Als het niet lukt, doen we Engels. Maar volgens mij gaat het aardig goed, toch? Ja, we gaan proberen. Zo is het. Maar je muziek? Ja. Rappen? Mm-hmm. Hoe lang doe je het al? Ja, ik was rappen vanaf 16 oud. Ja, maar in Syrië heb ik alleen 3 tracken gerecord. Ja, 3 nummers opgenomen in Syrië, ja. Ja, en hier in Nederland deed ik 2 concerten. Ja, met Nederlanders en zo. Ja, want je was eigenlijk net in Nederland. En toen heb je al gelijk wat optredens kunnen doen, toch? Ja. Want waar heb je onder andere opgetreden? Ik hoorde Series Request. Ja, in Heerlen. In Heerlen? Dat is een grote stage. Ja, in andere stages ook. Dus dat was gelijk een goede binnenkomer hier. Ja. En je muziek zelf, want waar gaat het over, de teksten? Het zijn diepe teksten. Ja, het gaat over mijn land, over de oorlog. Ja, over mijn gevoel voor de oorlog in de wereld. Ja, ik heb een liedje gedaan hier en ik vraag de wereld waarom. Waarom de oorlog? Waarom? Ja. Heb je al een antwoord gevonden? Nee, nog niet. Nog niet, hè? Nee. Gaat er een antwoord komen? Ja, weet ik niet. Elke dag gaat meer dan 100 kind overleden. Ja, er is geen. Er is geen antwoord. Ja. Jouw antwoord is muziek. Ja, is de muziek. Ja, en rappen. Ja, rappen, ja. En verder, want ik begreep ook dat je Syrië ziet of toezingt als een vrouw. Jij zingt de man en vrouw versie. Hoe moet ik het zien? Het is mijn stad, Damascus. Ja, ik voorstel Damascus lijkt een meisje. En ik praat met haar, ja, over de oorlog. Ik zeg, ik hou van jou. En je zegt maar... Je hebt weggegaan. Ja, en zo.
moeilijk praten, net als met echte meisjes. Het is like een conversatie, ja. Ja, hè? Ja. Lastig. Maar en de toekomst, hoe zie je dat voor je? Muzikaal, maar ook met jezelf hier in Breda? Ja, ik hoop dat één dag ik kan in Nederland rappen. Want is er te veel verhalen op mijn hart, in mijn hart. Ik wil naar Nederlanders sturen, maar in Nederland. So. Is het nu nog moeilijk om je emotie ook over te brengen in het Nederlands? Of hoe? Ja, ik zal het proberen. Over hoeveel jaar zien we je hier terug bij On Stage? In het Nederlands? Ja, één dag. Over hoeveel jaar? Over 5 jaar? Drie jaar. Over 3 jaar? Optimistisch, goeie. Daar hou ik je aan. Shady, ik wens je heel veel succes in de toekomst. Yes? Dankjewel. Vandaag bij de Popdokter gaan we het hebben over hip-hop. Hip-hop is een culturele beweging, vooral bekend als muziekstijl. Ze is ontstaan in de jaren 70 in New York en dan vooral namelijk in de arme wijk de Bronx, die destijds bewoond werd door vooral Afro-Amerikanen en Latino's. Inderdaad, zoals ik al zei, het is ontstaan in de jaren 70 in de ghetto-wijken. Hip-hop begon in de Verenigde Staten eigenlijk in de binnenstad van New York City. Het is waarschijnlijk ontstaan uit Dub 2, maar werd een eigen stroming in de Bronx. Rappersvoorbeelden daarvan zijn Cypress Hill, The Beastie Boys, The Wu-Tang Clan en Ice-T. Dan zul je vragen, hebben wij in Nederland ook nog natuurlijk hip-hop artiesten? Maar natuurlijk, denk maar aan Extints, die in 1995 nog een hit had met Spraakwater. Met kans op een Nederlandstalige katerdom, Spraakwater. Brainpower doet er ook nog een schepje bovenop. Verloos in de kou. Dans maar, dit is jullie lekkere dansmaat. Chance maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chance maar en dans maar. En zo ben je toch weer een stukje wijzer over de hip-hop traditie. Lieve kijkers, het zit er weer op voor vandaag. Shady, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ben je klaar voor je laatste nummer? Ja. Top. Shady gaat zijn laatste nummertje doen. Wil jij nu ook opgeven nog voor ons steeds? Stuur even een mailtje naar ons staand e-mailadres. Zie ik jou de volgende keer. Hallo. يا عمري طلع فيني روح اتركني بحالي تعودت عالوحدة تعودت داري وجعي ابكي عالمخدة مو انت يلي كنت تقلي انت احلى وردة نسيتني وما فكرت ببعدي مرة وحدة منسيتك بس تركتك لانك وجعتيني كل همي كان اني اقضي معك كل سنيني كنتي ورح بتضلي احلى ملك بعيني والعتمة رح بتضوي يا عمري صدقيني رح صدق ايه تمام ماشي متل ما بدك صدقتك من زمان وشفتك كنت عند وعدك ما تتركني وتضلك عكت في تهدي خدك رميتني وهربت كيف بدك يعني صدق ضلي ساكتة ومغمضة عم تتأملي خلص بكفي ضحكي بعرف انك عم تتحملي بعرف انه جرحك غميق غم البحر وبعرف انه اللي صار بسرعة مثل السحر بس بعرف كمان بانك اقوى من الزمان كل عمري بسمع تاريخك وكان يا مكان كان ترابك هنية كانت سماكي امان هلا ترابك بيحرق صارت سماكي دخان لتبكي هي الحقيقة صعبة عشنا فيها هقول لك ابكي اكتر دمعاتك اكتر خلية دركية تنزل بلكي دمعاتك بتهديكي لتعتبي سامحيني رح ضلني مستنيكي وحياتك مو بايدي عفرائك هن جبروني كل ذنبي اني بحبك اطلعي بعيوني شوفي حالك كيف مرافقتيني وين ما كون انتي شام السلام انتي زهرة هاد الكون شام السلام انتي زهرة هاد الكون شام السلام انتي زهرة هاد الكون انتي زهرة هاد الكون شام
في زهرة هذا الكون. Breda Nu. Je weet het meteen.